Mijn naam is Jurie de Mare. Ik ben verantwoordelijk voor de Invisible Sentinel Range, de bierproducten eigenlijk binnen het biomilieugamma. Wij zijn eigenlijk samen met brouwers naar een oplossing gaan zoeken om snel microbiologische infectie te detecteren in bier. Dus de methode bestaat eruit dat je eigenlijk een sample neemt van je bier of een van de tussenstadia van het bierproces. En je gaat dat biersample van 25 milliliter ga je centrifugeren. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een concentratie van erfelijk materiaal in je tubeke van je centrifuge. Dus daar neem je dan een sample van. Je steekt dat in een enzymebuisje. En dat enzymebuisje dat gaat op zoek naar de bacteriën of wilde gisten die eventueel je bier kunnen besmetten. En we gaan die dan op een eenvoudige manier kunnen detecteren op een, wat ze noemen een immunoassay, wat eigenlijk een soort van cassetje is. Daar druppel je het behandelde sample op. En daar heb je een switch, die trek je terug. En dan zie je het resultaat, kun je zo aflezen, omdat er een lijn verschijnt, of dat die positief of negatief is. De samenwerking met Biomireux is eigenlijk ontstaan omdat wij een bepaalde vraag hadden. Wij zaten met een probleem. Ons kwaliteitssysteem dat we hanteerden, dat duurde zeer lang. En wij wouden, ja, door onze sterke groeiende brouwerij, wouden wij eigenlijk iets sneller gaan in kwaliteit en mogen we eigenlijk heel diep gaan in kwaliteitseisen. En zo zijn we in contact gekomen met Biomireux. Die hebben eigenlijk een zeer innovatief systeem die ons verder heeft geholpen in de groei. Het grote voordeel van het systeem is dat wij binnen de 3 uur resultaat hebben. In de voormiddag steken we het in. In de namiddag kunnen wij al gaan starten met bottelen en weten we dat bier perfect in de fles gaat. Een brouwer zal beroep doen op ons omdat hij het recht in eigen handen neemt dan. Brouwerijen gebruiken meestal ons systeem omdat het 1. Eenvoudig is, 2. Snel is, 3. Accuraat is en 4. Last but not least en heel erg belangrijk, ontwikkeld is voor en door en met brouwers. Hij moet zijn samples, zijn stalen, niet naar een labo doen, maar hij kan volledig de analyse zelf doen. Dus hij heeft zijn proces in volle controle zelf. En hij kan zijn bier sneller op de markt brengen.